Vrij uit eigen tuin. Je moet er wat voor over hebben als het gaat om geduld, maar als het dan eenmaal lukt, dan weet je weer waar je het allemaal voor deed. Zo lekker! Brei uit eigen tuin ruik je van een afstand al en dat merk je ook aan de smaak. Ik zaai ieder jaar herfstbrei en daar begin ik mee in maart. Dit jaar maak ik een zaaibedje in een grote kweekbak met deksel. Ik gebruik hiervoor een laag biokannaaarde. Biokannaaarde bevat alleen organische meststoffen van plantaardige origine die vrijkomen naar behoefte van de plant. Op deze manier krijgt de plant altijd de optimale hoeveelheid voedingsstoffen. Ideaal. In mijn zaaibedje zaai ik wat preizaadjes breedwerpig over de oppervlakte van mijn zaaibed en later, zodra ze ongeveer de dikte hebben van een potlood, plant ik ze uit in de moestuin. En dan is het weer wachten, wachten, wachten. Totdat je in de herfst kunt oogsten.